Tijdens deze eerste editie van het filmfestival staan er nog geen drommenpers op de acteurs en filmmakers te wachten. Maar er is wel een rode loper uitgerold. Binnen worden de prijzen uitgereikt in 4 categorieën. Met 1 hoofdprijs, die van de beste film. En de winnaar daarvan is een beetje beduust. De winnaar van het korte filmfestival Short for Dordt met een meerderheid van de punten is Going Outside van Thomas van der Boogaard en Filon Dusolo. Ja, het is, ik ben ook een beetje verrast eigenlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik ben niet zo lang bezig met films. Ik heb hiervoor 1 filmpje gemaakt. Dat was voor school, dat was een schoolopdracht. Kijk eens aan, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Wil je nog mensen bedanken? Ik wil eerst Filou Luzolo danken voor zijn acteerwerk in de film. Ik vond het leuk om gewoon filmpjes te maken en vooral de beeld en muziek te combineren. Ik ben heel erg bezig met muziek. En daarom de sfeer van het beeld en de sfeer van de muziek wou ik graag met elkaar overeenkomen. Om gewoon een soort van emotie over te laten komen of een soort van verhaal of mensen een gevoel te geven. Maar wat je ziet is eigenlijk niet, wordt niet verteld. Er zit ook geen stem in, er zit eigenlijk alleen maar muziek in en kleine geluidsdeeltjes, zeg maar.